Ja, dit is dan de eerste documentaire die we gemaakt hebben op het circuit van Zandvoort. Ik ben dus Rob Peters. En de verdere makers van deze film waren Henk Plekert en Jeroen Verbrugge. Het geluid en de sound en de mix en zo, dat heb ik ook allemaal zelf gedaan. U zag net even een EVT-kaart, die van 1973, dat was om in de pits te komen in Zandvoort. Dus waar de wagens allemaal klaargemaakt worden. U ziet hier een Formule V, die we zelf helemaal klaargemaakt hebben. Op de achtergrond ziet u Kampen. Deze was een foto waarvan we een hele reportage gemaakt hebben. U ziet dat de wagen opgebouwd is uit Volkswagen onderdelen. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dat ziet u nu ook wel heel erg duidelijk aan de vooras. Kunt u wel zien dat het allemaal Volkswagen is. U ziet ook een paar stickers, onder andere van de Nederlandse Auto- en Sportvereniging, DNR, de dier in Valkenswaard, die tune onze tafjes. En natuurlijk uiteraard de reclame op de auto, zoals dat een goede racewagen betaalt. Want u moet natuurlijk niet vergeten dat sponsoring is heel erg belangrijk bij deze spectaculaire autosport. DAF 55 Marathon, dat was dan de auto waarmee we meestal naar Zandvoort gingen. Het ziet eruit als een rallywagen, dat zult u zo meteen wel zien. Aan de kuipstoel die erin zit en de spiegels en de tandplussen en ook nog buizen in verwerkt. Misschien dat u dat nog wel kunt zien, zo vaag. En dat was dan zo'n beetje de wagen waar we altijd mee reden. We hadden er ook nog eentje, dat was dan een hele speciale. En hier ziet u dan het circuit van Zandvoort. Hier ziet u wat reclame en zo, een beetje een overzicht van het circuit. En later zult u dus verschillende races gaan zien die zoal in Nederland hier verreden worden. We wensen u heel erg veel kijkgenoegen naar deze prachtig mooie film. En we hopen dat u allemaal eens een keer naar Zandvoort zult komen. Ja, je ziet hier al verschillende wagens rijden. Dat is zo'n beetje de opwarmronde. Elke race wordt vooraf gegaan door zo'n opwarmronde, want zo'n racewagen, u begrijpt het wel, dat is allemaal hoog getuned, hoog opgevoerd. En dat heeft natuurlijk wel even een inloopstukje nodig voordat ze fel weg kunnen spuiten. Auto die dit jaar voor het eerst op het circuit gekomen zijn. Deze wagens zijn uitgerust met poederblussers en met breekgereedschappen om zo nodig de coureur, als hij in de brandende auto zit, zo spoedig mogelijk hieruit te halen. U ziet ook dat de mensen asbestpakken dragen. Dat is ter bescherming van de hitte. Daar hebben we speciale maskers voor. Intussen is de start hiervan van de groep 1 van de groep 2 tourwagens. En op kop rijdt Han Akerslot met de Capri 2600 RS. Bijzonder spectaculair iets, deze bulderen zoals ik het maar noem, want het zijn heel erg hoog opgevoerde wagens en ze maken ook een verschrikkelijke kabaal, dat hoort u wel. U ziet hier ook even een baanpost in beeld, die baanposten zorgen er dus voor, zo gauw als er wat gebeurt, dat er een vlag gezwaaid wordt, zodat de coureur weet waar die aan toe is. En natuurlijk ook tevens om meldingen door te geven aan de centrale post, bij de ziekenwagens en bij de brandweerwagens. Capri, Escort, NSU, Alfa Romeo, een koepertje zelfs nog en DAF zit er ook nog bij. Enorm interessante Opel zag ik net ook nog schuiven. Ja, hier even een kijkje net op de tribunes. U ziet al.
Club Zandvoort. Het is nog wel even interessant om te vermelden dat er aan aangesloten op dit moment eerste staat in het Nederlands kampioenschap. Daarachter Kees Siewertsen, daarachter Huub Vermeulen. Vierde plaats Frans de Vos, vijfde plaats Ernstberg en zesde plaats Rob Jansen. Deze mensen ziet u dus hier op dit moment allemaal aan het werk. Simca nu voorbij gegaan. En de Capri van Den Aangesloot heeft inmiddels een ronde voorsprong op de verdere deelnemers. Ja, hier ziet u dan een bijzonder mooie close-up van de DAF 55 marathon die bezig is een Datsun te pakken. Dit is de Formule Ford-klasse. Dat is dan ook een monoposto-wagen, zoals ze dat dan noemen, een formulewagen. Met een Ford-motor met een inhoud van 1600 cc. De carrosserie is dan vrijgesteld. Als ik even een paar rijders mag noemen van deze Formule Ford, dan is het Bob Haaien, die op dit moment bovenaan staat. Daarachter Rick van Kempen, Jim de Meulen van het DNA Team Marlboro, Bobby Visser, Danny Bijl, Ronald Remmers, Hans Kits, Henk Robijn, Wim van Boom, Jan Huts en Dennis Mulder. Het is wel even interessant om te weten dat Rick van Kempen de snelste ronde heeft gehaald in deze wedstrijd. Tussendoor. En dan krijgen we nu het spectaculairste, de Ford Escort Mexico. De Ford Escort Mexico is gewoon de Ford Escort met een 1600 cc motor. En hier mag niets, maar dan ook helemaal niets aan veranderd worden. U moet rijden op Michelin banden en u wordt gesponsord door Ford Nederland. Kortom, u wordt wel gesponsord, maar het moet een standaard auto zijn. De races zijn enorm spectaculair, dat zult u dadelijk zien bij die panoramabocht. U ziet de wagen.
door het zand. Ai, helemaal door het zand heen daar zo. Dat gaat helemaal de mist in. We hebben een aantal paardensporten bekeken en die zaten nog helemaal onder de deuken. Je moet natuurlijk altijd nog niet vergeten dat de wagen toch wel 1000 of 10 kost. En dat betekent dat je na zo'n race natuurlijk wel weer heel wat uit kunt deuken en de schade moet gaan herstellen. De tussenstand van de Formule V, 1300 cc dus. Jelle Hengst staat op de eerste plaats, Maarten Vergunning op de tweede, Leo Steenberg op de derde, Michael Blekemolen op de vierde, Wim van Kleven op de vijfde, Robert Pieter Boom op de zesde en zo gaan we maar weer door. Zeer interessante race, ook niet zo heel erg duur omdat het dus allemaal VW onderdelen zijn die dus geprepareerd mogen worden, dubbele carburateurs mogen erop, de rijwind, de gewone koeling is er afgehaald, daarvoor in de plaats zit er dus rijwindkoeling op. Zoals u zelf al kunt zien, het is allemaal een nek aan nek gevecht. En ook rokend kun je nog aan een race meedoen, zoals u hier al ziet aan deze wagen die enorm zit te roken. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren, je kunt tijdens een race ook nog uitvallen. Je kunt motorpech krijgen, de motor kan het helemaal begeven. En zoals je hier ziet, kijk, daar komt er nog al eentje aan. Heel erg roken en die zal later ook de race nog wel verlaten. Maar gewoon stug doorzetten, ook al gaat het dan kapot. Je moet toch proberen om plaats te pakken te krijgen. Want hoe meer punten je verzamelt, hoe meer geld je aan het eind van het seizoen krijgt. Ik geloof dat het op dit moment zo'n beetje 200 gulden per behaald punt is. Dus je probeert altijd nog op zo'n race uit te werken. En dit is dan de Simca Rally. Deze klasse is ingedeeld in de Simca Rally 1 en in de Simca Rally 2. Op dit moment staat
staat Henk Beukenkamp, staat in de Simca Rally 2 bovenaan. Met daarachter Jantje Lammers, een jongetje van 16 jaar die zijn opleiding kreeg bij Rob Slotenmakers en anti-slipscholen. Maar in de loop van het seizoen zal dat nog wel veranderen. Dat hebben we u helaas niet kunnen laten zien. Jan Lammers zal Nederlands kampioen worden, Henk Beukenkamp op de tweede plaats. En dan in de Simca Rally 1 is Kees van Dongen nog altijd aan de leiding. Die is al een paar jaar achter elkaar Nederlands kampioen. En ook dit jaar zal hij weer Nederlands kampioen worden. Ja, hier rijden ze dan heel erg gebroedelijk naast elkaar. Kees van Dongen en Jantje Lammers. Simca Rally 1 en Simca Rally 2, de overwinnaars. U ziet het dan, de bloemen. Het is fantastisch wat deze jongens hier op dit circuit presteren met hun kleine, maar felle simkaartjes. De simkaartjes met een 1000cc motortje. Ja, de sensatie van de dag, dames en heren. De laatste race, helaas, alweer. Dit grote slagschip wat u hier ziet, die grote oranje wagen, dat is de wagen van Rob Slotenmaker, geprepareerd bij Hessing in de Bult. U weet al, dat bedrijf dat allemaal van die hele grote Amerikaanse wagens verkoopt. Het is een enorm slagschip, een Chevrolet Camaro met een 8-cilinder motor. Het is wel even interessant om te weten dat Fred Frankenhout op dit moment nog aan de kop staat. Die zal later overgenomen worden door Rob Slotenmaker. Rob Slotenmaker moest namelijk eerst even wennen. Zoals u misschien wel weet, heeft hij een verbrande hand gehad na die brand in zijn schoollokaal. En moest hij dus eerst even aan deze wagen wennen. Vandaar dat Rob Slotenmaker op dit moment op de tweede plaats staat. Bij de start komt hij dan straks enorm goed weg. Dat zult u ook wel zien. Hij gaat als een haas gaat hij er vandoor. Maar later zal hij toch ingehaald worden door Fred Frankenhout. Zodoende behoudt Fred die eerste plaats nog eventjes. Maar Rob Slotenmaker zal terugkomen en zal Fred Frankenhout dus verslaan. U ziet hier even een stukje van het zonnige terras op Zandvoort. U ziet het, u kunt er ook nog heerlijk zitten en genieten van een lekker glaasje bier, et cetera. Hier even een overzicht van het hele circuit met de pits daar achteraan en het tijdwaarnemershuis. Veel reclame, de Tarzanbocht. En hier ziet u dan de start. De start waarbij Rob Slotenmaker dus bijzonder goed wegkwam. En het is haast niet te zien, maar u ziet wel, u ziet toch nog iets roods wat op kop ligt. En dat is dan die grote Chevrolet Camaro van Rob Slotenmaker. En hier bij het ingaan van de Tarzanbocht, kijk, daar ziet u hem. Helemaal op kop en daarachter, en ongeveer met een anderhalve lengte erachter, Fred Frankenhout. En zo zie je maar weer dat een open toch ook niet alles is vergeleken bij zo'n dikke Chevrolet Camaro. Ja, dit moet dan helaas het einde zijn van deze hopelijk mooie film. Ik hoop dat u er erg veel plezier aan gehad heeft en dat u met veel genoegen hier naar gekeken heeft. We hopen u allemaal eens nog eens een keer te zien op het circuit. En als u zich wil aanmelden als lid van de NAV, kunt u altijd terecht bij onze eigen club. Tot ziens.